En met de komst van American Airlines zullen zeker meer toeristen ons land bezoeken. De NV Luchthavenbeheer zal ook hiervan profiteren. Vijay Chotkan, directeur van de NV Luchthavenbeheer, geeft aan dat als er meer toeristen komen, dat niet alles is. Wij van de airport moeten ze ook kunnen afhandelen. Op de dag van de inaugurele vlucht van American Airlines waren er nog 3 andere vluchten, zegt de directeur. We hebben met American Open Skies Agreement jarenlang geleden getekend hoor. En daar heeft natuurlijk de American Airlines goed gebruik van gemaakt. Ook SLM vliegt op die route Miami. En het is mooi natuurlijk omdat we vandaag hebben we 4 vluchten gehad. We hebben American Airlines gehad in inaugurele vlucht. We hebben daarvoor, 5 minuten daarvoor, hebben we de KLM zien landen. Na American Airlines is toen die Miami SLM geland. En gelijk daarna is de Fly Always, ook onze Surinaamse luchtvaartmaatschappij, geland vanuit Aruba. Dus ja, we zijn blij als airport. We houden van drukte, maar we moeten natuurlijk die drukte kunnen verwerken. En daar zijn we heel hard bezig mee. We zijn met ons allen als familie van de airport bezig. Ook met andere actoren natuurlijk. Alle mogelijke schakels die er zijn, maar problemen die er zijn om die weg te werken, om die efficiëntie zeker in te bouwen. Wat betreft de afhandeling van bagage, wat betreft de afhandeling van passagiers. Ik weet dat het nog niet helemaal loopt zoals dat zou moeten. Maar we zijn bezig met elkaar en die communicatie is open, die communicatie is goed. De airport heeft een target gesteld om 1 miljoen passagiers af te handelen vanuit Zanderij, zegt Chotkan. Vanwege de COVID-19 pandemie zal deze target niet op korte termijn worden gehaald. Maar wij hopen wel in 2030 dit aantal te hebben bereikt, meent Chotkan. Maar dat hebben we natuurlijk ook te weten aan de COVID-pandemie die ons zwaar heeft getroffen als airport. Ook andere stakeholders zijn zwaar getroffen, waaronder SLM en Fly Always, die dus eigenlijk in een paar maanden terug geen enkel vlucht kon uitvoeren, omdat landen gewoon gesloten waren. Maar ook Suriname natuurlijk, onze luchtruim was afgesloten. We zijn blij dat de regering dat zoetjes aan heeft kunnen aanpakken. We hopen natuurlijk dat we uit die situatie waarin we nu verkeren, wat COVID betreft, weer snel eruit kunnen komen. En dan moeten we natuurlijk, precies zoals andere landen die de grenzen hebben opengegooid, volledig kunnen opengooien om mensen heen en weer te laten travelen. Maar wat betreft onze strategie van 1 miljoen passagiers in 2035, we houden ons natuurlijk nog steeds vast daaraan, omdat dat natuurlijk voor ons een rode draad is om onze strategieën, onze business, onze doelstellingen, onze inzet, maar ook ons personeel, onze collega's, ons groot familie van de airport, daarop te fixeren. Het volledige gesprek met de directeur van de NV Havenbeheer kunt u volgen via onze FB-pagina.